Maatschappijleer 2, thema media, hoofdstuk 6, soaps en games. We kijken veel naar televisie of maken gebruik van media om te ontspannen. Denk daarbij aan populaire programma's zoals Wie is de Mol, Lingo, The Voice of Holland. Volgens de Stichting Kijkonderzoek kijken we dus heel veel naar amusement. Amusement zijn televisieuitzendingen. Uitzendingen die de kijker vermaken. Een aantal kenmerken van amusement. Je kunt er de werkelijkheid in herkennen. Als je bijvoorbeeld iemand een bekeuring ziet krijgen in Blik op de Weg, dan is dat herkenbaar als je dat zelf ook een keer hebt meegemaakt. Het is vaak spannend, denk bijvoorbeeld aan detectives of bepaalde films, en je kunt je vaak verplaatsen in bepaalde problemen die een hoofdpersoon heeft. Daarnaast hebben soaps ook een bepaalde invloed. In veel soaps worden vaak problemen aan de orde gesteld, zoals bijvoorbeeld een bepaalde verslaving, zoals alcoholverslaving, ongewenste zwangerschap of geldzorgen. En ook steeds vaker worden in die soaps daarover voorlichting gegeven. Soaps hebben dus ook een positieve kant. Er is echter ook kritiek op soaps. Ze geven vaak een verkeerd of vervormd beeld van de werkelijkheid. En daarnaast bevestigen ze vaak vooroordelen over bepaalde groepen. Games. Gamen wordt steeds populairder. Games hebben ook een hele positieve kant. Zo werk je in heel veel games samen, online met een hele grote groep mensen. Dus samenwerken wordt bevorderd. Je moet vaak moeilijke problemen oplossen, dus ook je creativiteit wordt aangesproken. En het vergt een bepaalde concentratie. Kritiek op games is echter dat er vaak veel geweld in voorkomt en sommige mensen kunnen daar agressief van worden. En gamen kan ook leiden tot een verslaving